Morgan Wijns, we zijn hier in Leuven. Leuven heeft vandaag een hoofdmatch gespeeld tegen Kontich, 5-0 gewonnen. Je hebt een mooie goal gemaakt, hè? Ja, inderdaad. Het was de eerste goal. En ja, ik ben blij dat ik heb gescoord. Natuurlijk heel blij dat we daarmee direct voorkomen. Het was vrij vroeg. Ja. Ons toch een beetje op ons gemak stelt, een beetje vertrouwen geeft. Ik ben vooral blij voor de ploeg dat we gewonnen hebben. Ja. Hoe loopt het in de voorbereiding? Ik denk dat we een hele goede voorbereiding doen. Ik denk dat we goed trainen. We hebben ook af en toe een mindere training, waarop dat de kwaliteit iets minder is. Ja. Maar dat wisselt wel af met goede momenten. En ja, ik denk dat we goed bezig zijn. Ja. Jullie hebben nu een beetje ervaring al in de Super League. Ja, hoe zie je het seizoen? Vrij goed. Ik denk dat we dat de andere ploeg ook heel sterk zijn. Ja. Maar wij zijn ook sterk. We zijn aan het groeien. Met ons derde jaar in de Super League, min of meer wel dezelfde ploeg. Mm-hmm. En ja, we vinden elkaar wel. Ja. Dus ik denk wel dat het gaat goed komen. Begin is tegen de bekerhouder, tegen KA Gent Ladies. Maar er zijn 4 plaatsen voor de play-offs. Denk je dat OHL daar dit seizoen voor in aanmerking kan komen? Dat is in ieder geval onze ambitie. Ik denk wel dat wij er in aanmerking kunnen voorkomen. Ja. Ja. En hoe zie je die eerste wedstrijd tegen de bekerhouder, tegen Gent Ladies? Ja, ik denk dat we vooral ons eigen spel moeten spelen. Het is thuis, dat is toch al een licht voordeel. Ja. Gent is een heel goede ploeg, vooral voetballend ook. Ja. Maar wij gaan ook ons eigen spel spelen en dan zien we wel wat dat wordt. Oké, ik dank je. Veel succes dit seizoen. Dank je wel.